Wat vinden jullie eigenlijk? Moet je Nederlands zingen of Engels zingen? Sorry. Oh, zo'n festival? Ja. Ja. Gewoon niet zingen, toch? Dat ja. Een leuke meme act opsturen. Ik heb anders nog wel een liedje misschien, dat ik... Maar ja, mij wordt niks gevraagd. Ja. Oh. Ik wou je eigenlijk net gaan vragen. Wat zouden die mensen schrikken als jij opkomt? Ja, maar we worden toch laat. Dan kan ik dan net terugkomen. Maakt helemaal niks uit. Nee, precies. Dat zou best leuk zijn. We hebben toch goed gedaan. Het Cilia was leuk. Oh ja, die was goed. Ja, die was vierde. Die vierde. Vierde. Is te gek, maar dat jij opkomt daar. Nog muziekpapier, meneer Hit. Nee, joh. Zet maar aan die microfoon. 168 landen kijken. Dat zou wel leuk zijn, hoor. Nou, om 9:30. Show me city. City justice. Voor mij is het afgelopen met zo'n festival. Ja. Ik denk dat het een goed idee is. Kan je, hoe doe je aan mij die inzending? Kan je gewoon inzenden? Gewoon opbellen, ja. Kan je opbellen en zeggen, opbellen. Ja, ik ben net... Oh, ja, we hebben u gewacht. Ja. Ik denk dat ik dat echt ga doen, hoor. Er was gisteren trouwens even tussendoor nog een man op tv. Er is nu een bond was tegen... gisteren een man op tv? Man. Ja. Volgende veldje gaan. Ja, daar stond... Hebben we daar beelden van? Echt in het journaal tegen inzending Engelstalige liedjes. Het is nu een stichting, officieel al. Geweldig. Een stichting? Stichting tegen inzenden Engelstalige liedjes Songfestival. Goed. Goed. Nou, ik wou wel zeggen... Is qua gevoelsname dat je zegt, nou... De maat is vol. Ja. Ja, maar dat is een metafoor. Dat is het niet. Dat is een metafoor. Precies. Ja. En geen abstractie. Nee. Maar dat is een feit. Laten we dan even wat interessante dingen doen. Heb jij nou met Katja gewipt of niet? Laat het even over essentiële dingen. Nederland is vol en andere dingen. Maar wat ons allemaal eigenlijk echt bezighouden. Ik wil niet nog 6 jaar wachten tot er een enquête overkomt. Ik wil nu de banden zien, horen. Vertel. Dit is het forum. Ja, dat is wel. Ik wil nu al weten. Echt, heb je nou iets gehad met Katja? Nee. Nee, echt niet? Nee. Maar baal je erop. Waarom niet? Ja. Dat is wel leuk, man. Ik vind het hartstikke leuk. Nee, we zijn gewoon vrienden. Nee, je bent toch geen vrienden? Dat is heel slecht. Zullen wij ruilen met z'n tweeën? Ja, dat ik daar ga zitten? Nee, maar ik vind het wel jammer. Nee, maar ik wil het gewoon weten. Ja. Toch... Je mag hier wel komen zitten, Gijs, maar ik wil het ook weten. Ja. Ik wil toch iedereen weten? Dat is toch niet erg? Dat is wel een leuke vraag, of niet? Ja, het is een hartstikke leuke vraag. Maar, ja. Je bent toch nog niet in het broers-zus? Dat is slink, hoor. Dat deed ik ook altijd. Dan was ik heel... Met Katja? Nee. Gewoon met een vrouw. En dan vertrouwden ze me helemaal. En dan kan je niet op een gegeven moment je broek naar beneden trekken en zeggen... Ja, is sowieso vrij raar, hoor. Als je zomaar ineens je broek naar beneden doet. Is dat raar? Hij zag gisteravond op de televisie, een man. Ja. Ja. Die deed zomaar zijn broek naar beneden. Oh, dus dat is er altijd fout gedaan. Ik heb altijd gewoon zomaar een broek naar beneden. Zullen we het ook maar gewoon afronden? Ja. Ja, om er nou nog wat over te zeggen. Het is gewoon elke... Ik geloof dat we al 3 jaar dit programma doen. Dan hebben we het al wel de winstkeer in die omgang. Ja, dan moet je mij niet aankijken. Ik vind jou toch wel een beetje... Nee. Kijk, als jij nou wel met Katja gewipt had, hadden we nu daar heel lang over kunnen doorpraten. Ja, dan maak je er geen nou wel of niet mee. Je gaat er toch over door. Ja, dat is ook weer waar. Je hebt geen goed antwoord gekregen. Nee. Je wilde maar over doorgaan. Nee, je bent... Ja, goed. Bijna. Ja. En daarna zo, en daarna hier. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ah, gaat goed hoor, Gijs. Ja. Katja City! Ja, kijk, nu gaan we het er nog even. Als je het niet met Katja hebt gedaan, met wie nee, dan wel? Nee, ik heb er helemaal niet over. Nee. Namen! Nee. Namen, rugnummers willen we. Rugnummers. Nee. Ja, gele drap over de bikinimeisjes, iets heel anders. Voor de 5e keer in 4 jaar zijn de afbeeldingen van de bikinimeisjes in de befaamde mozaïekvloeren nabij het Siciliaanse Piazza Armerina met gele drap besmeurd. Je weet het, maar je komt er niet op. Je zit zo in spanning. Je hebt het gelezen, je zag het op televisie. Blanco.
Hè, vervelend spel. Eeuwig zonde. Ja, jammer. Ja, ja. Nou ja. In de oude Romeinse wereld had je dit soort vandalisme ook al. Iemand die zich daar schuldig aan maakte was bijvoorbeeld senator Flavius Flippers. Doe nog een keer van Flavius Flippers. Ja, ja, die was zo. Dan lachen wij weer net zo hard ook. Dat is wel een uitdaging. Kan die even terug? Je kan hem ook met Hoppius Flavius maken. Oh, die is leuk. Hoppius Flavius. Die gaan we doen. Oh, leuk. Dubbeles Flavius. Dubbeles Flavius. Dubbeles Flavius, is die leuker? Dubbel Flavius. Hoppers. Hij wordt echt maar deze leuker. Je hebt al zoveel racistische grappen gemaakt. Doe maar blanke Flavius. In de oude Romeinse wereld had je dit soort vandalisme ook al. Iemand die zich daar schuldig aan maakte was bijvoorbeeld Blanke Flavius. Ja. Echt geweldig. Hilarisch, hilarisch. Dat was de eerste leuke grap vanavond. Ja. De spoorwegen hebben wat weer ontdekt. De spoorwegen hebben slecht weer ontdekt. En daarom rijden ze niet. Ja, ja. Ja. Regent. Shit. Open dak. Dan worden de treinen nat. Ja. De spoorwegen hebben de toerist weer ontdekt. Oh. Ja. Wat uitstervend ras. Of wie? Wat uitstervend ras? Oh, ik weet het niet. Nee, dat is het pijnlijk duidelijk. Het gaat echt nergens meer over. Laten we gewoon kijken. Ganzenflappers. Is uitstervend ras. Ja, dat kan toch niemand weten? Wat is er nou? Denk je nou echt dat er iemand zit? Oh ja, ganzenflappers. Dat is toch niks? We weten gewoon niks. We moeten wel iets kunnen weten. Eerlijk gezegd. Het slaat toch nergens op? Ik vind het echt onzin. Ik vind best leuk als het moeilijk is. Maar dit slaat toch nergens op? Ganzenflappers. Heeft iemand daar zo'n ganzenflapper gehoord? Ik had hem met de redactie. Dat je gaat pinnen en dat er een ganzenflapper is. Erop, ja, met de redactie erop. Ik heb echt op jou ingezet. Ik zeg, ja, nou, Thomas twijfelde, maar weet niemand weet wat een ganzenflapper is. Nou, ik vind het echt maar belachelijk. Nee. Wat is een ganzenflapper dan? Een soort trekvogel. Zie je dit? Hier hoofd jullie gewoon op. Dat jij hebt gezegd, het is een trekvogel. En dan moeten wij wel over Katja gaan vragen. Het is anders zo. Nee. Anders zo voorspelbaar. Dat is wel waar, ja. We zullen het niet meer doen. Sorry. We staan voor naar het binnen. Ronde 3. De teams krijgen 4 foto's te zien en 1 daarvan hoort er niet bij. Oftewel, wie is de sportliefhebber tussen de Feyenoord-supporters? Voor Raoul en Gijs, 4 mannen met plakkerige vingertjes. Henk Westbroek. Jo. En meneer Nordholt. Meneer Samaranch. En Kasje Spijkers. Ik denk dat het iets te maken heeft met kwijtraken. Want Kas Spijkers die is ster kwijt. Mm-hmm. Dat is die Samaranch, is dat, hè? Mm-hmm. Die raakt het hele IOC kwijt zo'n beetje nu. Ja. Henk Westbroek die is zijn verstand kwijt. Dat hoorde je net van Raoul. Die heeft een keer een prachtige aankondiging gedaan op tv. Of op de radio. Hij is dishjockey bij Radio 3. En toen heeft hij gezegd dat Jamiroquai, dat is een geweldige artiest. Toen zegt hij van, als Stevie Wonder de vader is... Dan is Jamiroquai kwijt, de zoon. Dat is niet goed. Dan gaan we een geweldig plaatje draaien. Dit is een geweldig drama. Wat is waar? Hij vroeg ook dat hij vader als vuurwerk, dat is te gek. Het lukt wel gewoon vader als vuurwerk. Ik vind wel een mooie stem. Hij heeft ons ook een keer aangekondigd. Achter de Munich regent zonnestralen. En de heren hebben ervoor gestudeerd, dus het zal wel zo wezen. Ik vond het blij verheerlijk. Je ziet hem ook op die foto denken van shit, hoe denk dat stemmetje ook weer? Ja, ik mag het, ik vind wel Utrecht zo wel lekker hoor. Ik weet hem namelijk. Het gaat over sterretjes. Kas Spijkers is een ster kwijt. Uh-huh. Nordholt is een ster kwijt. Want die is geen smeris meer. En als Samaranch Gezing tegenkomt, dan gaat hij sterretjes zien.
Dat is ook leuk. En ik wist, broek moet dan al vallen. Dat sowieso. Dat is eigenlijk altijd goed. Ja. Degene die er niet bij hoort, is Henk. Nee, het zat in de buurt. Northolt, Samaranch en Spijs.